De politie gaat via social media middels deze posts ook in Noord-Holland actief op zoek naar de dader. Eerst wat gebeurde er? In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 mei weet een man via het slaapkamerraam van een 69-jarige vrouw in de Beeldhovense wijk De Leien binnen te sluipen. Als de vrouw wakker wordt, zit hij gehurkt in haar kamer. Ze vraagt of de man iets wil, waarop hij antwoordt dat hij wel iets te drinken nodig heeft. Nou, dat krijgt hij en later verdwijnt hij weer. Hij laat in alle haast vermoedelijk zijn zonnebril liggen. En dit is hem, dat zonnebrilletje. Een pilotenmontuurtje van het merk Ray-Ban Met het serienummer 3457. De vrouw denkt dat het hiermee klaar is. Maar dat is niet het geval. Hij komt later terug in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 mei. En dit keer blijft het niet bij een bedreiging. Opnieuw komt de man de woning binnen. Hij roept dat hij iets kwijt is, mogelijk dus die zonnebril, en ze gaan samen zoeken. De vrouw pakt ondertussen haar mobiel en wil hulp inschakelen. De man pakt die telefoon af en roept dat hij seks met haar wil. Wat erop volgt is een zeer ernstig zedendelict. Het slachtoffer heeft de politie een uitgebreide beschrijving van de man kunnen geven en daarvan heeft de recherche deze compositietekening gemaakt. De man heeft een smal gezicht, zit nogal onder de pukkeltjes en de wondjes. Zijn huidskleur is licht en hij is rond de 1,70 meter. 70. Hij heeft blond haar en aan de zijkant opgeschoren, bovenop heeft hij krulletjes. Zijn gebit staat naar voren, een van de boventanden iets naar binnen. Hij droeg een grijze sweater met een zwarte jas van Adidas. Weet u nou wie dit is, ondanks dus dat dit incident zich in Beeldhoven heeft afgespeeld? Vraagt de politie ook uw aandacht. Want de politie houdt er serieus rekening mee dat de dader uit een andere provincie kan komen. Zoals de onze. Meld het de politie als u hem ergens van denkt te kennen. 0800 6070 krijgt u de politie meteen aan de telefoon. Maar dat mag ook altijd anoniem bij de mensen van M via 0800 7000.